Enkele Surinaamse Antilliaanse en Antilliaanse jongeren van Maroon United hebben dit jaar protest getekend tegen de dodenherdenking in Amsterdam. Het was een stil protest. Ze zijn het niet eens met het besluit dat de slavernij niet genoemd mag worden bij de dodenherdenking op 4 mei. De kroonvaders, die de jaarlijkse herdenking bij het KNSM-monument organiseren, wilden slechts aandacht voor hun omgekomen leden. Daar horen ook Surinaamse en Antilliaanse kroonvaders bij. Ons Suriname is sinds jaar en dag betrokken bij deze herdenking. Vereniging is echter niet eens met het verbod op het benoemen van de slavernij. Een reportage van Sam Jones. Daar staan ze dan, een viertal leden van Maroon United, buiten. En binnen de oud-KNSM-kroonvaders. Bij de landelijke dodenherdenking zijn dit jaar slechts enkele Surinaamse en Antilliaanse familieleden van oud-KNSM'ers aanwezig. De reden? Vorig jaar deed Mitchell Isaias op verzoek van de vereniging Ons Suriname de toespraak en die ging onder meer over de slavernij. Een mooie toespraak, zei Kees Staal, oud-KNSM-directeur tegen Isaias. Staal herhaalt vandaag wat hij toen ook duidelijk maakte aan Isaias. Maar ik heb eraan toegevoegd dat we hier aanwezig zijn op uitnodiging van de organisatie van de kroonvaders en dat dit niet het moment was om over de slavernij te praten terwijl wij onze gevallenen willen herdenken. Delano Freira van de vereniging Ons Suriname, die al langer dan 20 jaar uitgenodigd wordt, ontving dit jaar geen uitnodiging. Ze mochten wel komen als ze het maar niet over de slavernij zouden hebben. Freira een paar dagen voor de dodenherdenking. Men moet niet proberen om ons voor te schrijven wat we wel of niet mogen zeggen, want we willen zeggen wat we zelf willen. En dus stuurde Freira een brief naar de achterban, de oud-gediende, waarin beschreven wordt waarom Ons Suriname de zaak afblaast. Een groot deel van de mensen die hun familie komt eren, bleef daarom ook weg dit jaar. Wel staat er buiten dus een kleine groep jongeren. Maroon United staat op hun leren jack. En het jaartal 1863. Maroon United is een broederschap. En we staan voor gelijkheid. Ze trekken veel mediabelangstelling. En willen hier aandacht voor de rol van Surinaamse en Antilliaanse zeevarenden die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En ook genoemd worden op dit KNSM-monument. Wat vindt Maroon United ervan dat de slavernij niet genoemd mag worden, omdat het niets te maken heeft met de dodenherdenking? Niemand gaat anderen opleggen wat of wie hun mogen eren. Dat vinden wij niet kunnen. Dat vinden wij niet kunnen. Dus om te zeggen nee, de slavernij heeft er niks mee te maken. Alles begint ergens. En je kan niet het begin negeren omdat jij het wilt. Dat is onze voorouders aangedaan, dat ze niet mochten zeggen wat ze mochten zeggen. En dan pas mochten ze meedoen. En dat proberen ze nu weer en zo werkt het niet. De dodenherdenking binnen is binnen no time afgelopen. Er is geen toespraak. Peter de Rijk, voorzitter van de kroonvaders, bedankt de aanwezigen die tot slot bloemen leggen bij het monument. Hoe blikte hij terug op deze dodenherdenking waarop Ons Suriname en haar mensen uit protest wegbleven? Ik vind het heel jammer dat de Surinaamse delegatie niet aanwezig is geweest, want die horen er gewoon bij. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij hier zijn met een bepaalde gedachte. En het gaat alleen in ons geval over het werken bij de KNSM en de mensen die in oorlogstijd zijn omgekomen. En de slavernij is wat ons betreft niet aan de orde. Hoe blikt u terug op deze 4 mei herdenking 2018? Ik vond het een goede herdenking. We hebben gedaan wat we wilden. Er zijn prachtige bloemen gelegd. Ik denk dat het ondanks alles toch geslaagd is. Een reportage van Sam Jones. Hij was afgelopen vrijdag aanwezig bij de dodenherdenking in Amsterdam, Nederland.